Vorige week trok er een behoorlijk heftige wolk over Nederland heen, vol met Sahara-zand. Wij ontvingen prachtige foto's van een oranje lucht, maar ook heel veel foto's van vieze auto's. Vandaag is er opnieuw een Sahara-wolk onderweg naar Nederland. Kleiner dan de vorige keer, maar ook deze wolk bevat nog steeds heel veel zand om je auto vies achter te laten. Nou denk je misschien, ach, dan was ik mijn auto gewoon nog een keertje. Maar zo simpel is het niet, want Sahara-zand is erg schadelijk voor je auto. Sahara-zand kan schuren, inbranden en je pollenfilter verstoppen. Het is dus erg belangrijk dat het zand snel van je auto afkomt, maar dat moet je dan wel op de juiste manier doen. En daarom ga ik vandaag naar de wasstraat. Wat je in ieder geval niet moet doen, is het zand van je auto afhalen met een droge doek. Dat komt omdat de zandkorrels werken als schuurpapier en dus alleen maar krassen op je auto achterlaten. Maar wachten tot de volgende schone regenbui, dat is ook geen goed idee. Want als het zand te lang op je auto blijft zitten, dan kan het inbranden en dan gaat het nooit meer weg. Net als deze vieze vogelpoep. Nou, wat moet je dan wel doen? Dat gaan wij jou laten zien. Stap 1, zet al je ventilatiekanalen op volle toeren. Open je klepjes. Op die manier komt het zand allemaal vrij. En zuig alle zandkorrels op. Stap 2. Maak vervolgens de achterklep, de deuren, de tankklep en de motorkap helemaal schoon. Want zand gaat overal tussen zitten. En dat doe je met dit leuke ventilatiedingetje. Stap 3. Ga door de wasstraat. Je auto moet namelijk worden schoongemaakt met ontzettend veel water. En de wasstraat is daar de beste optie voor. We zijn in de car wash. En allereerst krijgen wij een hoge drukspuit van deze jongeman. Het is namelijk erg belangrijk dat de auto super nat wordt. Vervolgens wordt de auto helemaal ingestopt. Nou, dat klinkt natuurlijk logisch, maar dat is erg belangrijk met Sahara-zand. Dan laat je het over aan de techniek. Onze auto is weer schoon. Ga dus niet zomaar zelf met een doekje aan de haal. Volg onze stappen en je auto is weer zo goed als nieuw. Doei!